Ik wou ook nog iets zeggen in verband met al die berichten die je bij, hè, dus de reactieberichten. Er waren er meerdere bij met zo'n verhaal van, ja, hartstikke leuke podcast, maar dat linkse gezwam, dat vind ik niks. Die linkse zuppieterij, houd er toch over op. Wat een slap gezever. Ik maak daar ernstige bezwaren tegen. Ik heb een uitgesproken politiek standpunt. Dat kan ik heel goed beargumenteren. Als u met mij in discussie wilt door een reactie te sturen, dan vind ik dat prima. Sterker nog, ik juich het toe. Maar dan niet van dat Twitter-gescheld van wat een zever of van een kletskoek. Dan heeft u concrete punten. Die heeft u behoorlijk beargumenteerd en dat zet u op papier. En dan stuurt u het naar ons toe en dan beloof ik u dat ik op die concrete punten en op uw argumentatie uitgebreid in zal gaan. Maar dat slappe gescheld, dat Twitter gescheld, daar ben ik niet van gediend. Stuurt u dan in godsnaam geen bericht, dat vind ik prima. Als u een politiek bericht stuurt, slap links gezever, leg eens uit, wat is dat dan, slap links gezever? Want dat maakt u niet duidelijk, u kunt alleen maar schelden. Dat is het hele probleem van Twitter en van een polariserend land, dat we kennelijk alleen maar kunnen schelden. En daar heb je niks aan, slap links gezever. Ja, wat is dat, vindt u? U redeneert in feite puur vanuit emotie. Daar hebben we niks aan. Als u over politiek wil praten, moet u concreet worden en dan moet u iets kunnen beargumenteren. Kennelijk twittert u ook, want daar is dat allemaal volledig normaal om mensen gewoon uit te schelden zonder enige vorm van argumentatie. Verdacht te maken zonder enige vorm van argumentatie. Laat ik voor iedereen nog even duidelijk maken wat mijn politieke standpunt eigenlijk is. Ik ben een sociaaldemocraat. En dat betekent, de term zegt het al, dat de kern van de zaak is de democratie. En die democratie die rust uiteindelijk natuurlijk op een rechtsstatelijk systeem. Dat hebben we in Nederland. Daar kun je wel eens bezwaren tegen maken, maar in principe werkt dat heel behoorlijk. En dat rust uiteindelijk op onze grondwet. Die hebben kort puntsgewijze doorgenomen. Ik heb hopelijk ook duidelijk gemaakt dat de overheid zich op een aantal punten helemaal niet behoorlijk en passend aan die grondwet houdt. Maar dat is de kern van de zaak. Dat is dus het rechtsstatelijke systeem van een functionerende democratie. Nederland is nog steeds een redelijk functionerende democratie. Maar een democratie zonder een sociaal gezicht is geen democratie. Ik durf wel te beweren, en dan ben ik benieuwd naar uw behoorlijk beargumenteerde reacties, dat de Amerikaanse democratie in allerlei opzichten absoluut geen democratie is. Omdat het een diep asociaal en racistisch land is. Dus je moet wel zorgen dat je land sociaal op een verantwoorde wijze is georganiseerd. Dat er geen abjecte armoe is. Dat er niet allerlei minderheidsgroepen systematisch gediscrimineerd worden. Dat gebeurt soms wel, ook in Nederland, maar daar moet tegen worden opgetreden. De grote problemen in de Nederlandse samenleving zijn deels het gevolg van het feit dat we de verzorgingsstaat geprobeerd hebben te bezuinigen en beter te doen functioneren. En dat al deze pogingen in feite erop neer zijn gekomen dat die verzorgingsstaat minder vertrouwen wekt bij de Nederlandse burgers. Dus het zal ook zijn aan een nieuwe regering om daar veel beter op te letten. En ik heb mijn twijfels of een eventuele nieuwe regering dat ook daadwerkelijk gaat doen. Nou, nu weten we dus ongeveer wat sociaaldemocratie is. Ik ben geen socialist. Ik ben geen voorstander van de collectivisering van het productieapparaat. Nee. Zeg dat dan ook niet voortdurend. Hè? Zorg eens dat u weet waar u het over heeft. Ik ben ook geen communist. Ik ben ook geen linkse activist. Ik ben ook geen Stalinist en geen Maoïst. Enzovoort, enzovoort. Al die flauwe scheldpartijen, niet waar, die irriteren mij wel, maar raken me tenslotte niet, omdat de meeste van de schelders absoluut niet weten waar ze het over hebben. En dat is wel één groot probleem in de discussie in de Nederlandse politiek, dat mensen absoluut niet weten waar ze het over hebben. Of het nu gaat over de sociaal-democratische inrichting van Nederland of over de Europese Unie. Het is altijd weer een signaal van diepe onkunde.
U moet niet schelden. U moet argumenteren. U moet uitleggen waarom u denkt dat ik geen gelijk heb. Of andere linkse Zwitsers geen gelijk hebben. En u misschien ook eens afvragen hoe het met de rechtse Zwitsers zit. Ik wil dat best argumenteren. Ik heb u al meerdere malen heb ik uitgelegd dat ik bereid ben om een verantwoord programma voor rechts op te stellen. Wat niet aan elkaar hangt aan van alle rare emoties en opwinding en samenzweringstheorieën en ga zo maar door. Maar dus nogmaals, ga nou niet weer zeggen, het is een echte socialist. En dan is er nog een laatste punt. Ja, het is een geharnaste PvdA'er. U let niet op, u luistert niet goed, u leest nooit wat. Ik heb sinds 2012 landelijk niet meer op de Partij van de Arbeid gestemd. Dat is kennelijk niet doorgedrongen. Hè. Het is allemaal drijft het op emotie en gebrek aan informatie. Dus, als u dit soort van dingen wil sturen aan ons, dan is het dus niet dat linkse gezever kan er wel uit en zo. Nee, als u ons een bericht wil sturen over de politiek, dan wil ik graag concrete zaken aankaarten. En die moeten behoorlijk beargumenteerd zijn. Dan mag u mij sturen wat u wil. En ik zal u laten zien dat ik bijna altijd gelijk heb en u niet. Maar ben je wel links? Ja, ik ben wel links, maar ik sta iets links van het centrum, denk ik. Ik ben wel een typische centrumfiguur. Ja, erg links ben ik niet, ook nooit geweest. Ik heb ook volgens mij wel eens uitgelegd dat ik natuurlijk... Ik kom uit een uitgesproken VVD-familie. Mijn familie stemde oud, zoals dat heet. Nu is het oud. Ik ben in de jaren 60 lid van de Partij van de Arbeid geworden. Daar heb ik soms met twijfel in het hart op gestemd. Maar de Partij van de Arbeid was een gewone verantwoordelijke regeringspartij. Ook weer niet nou weer een brief schrijven dat de PvdA Nederland naar de kloten heeft geholpen. Of met die immigranten is begonnen. Nee, dat hebben we ook al uitgelegd dat dat allemaal niet zo is. Maar misschien, want die vraag krijgen we best wel vaak binnen. Daar gaan we snel aan voorbij. Waar staat nou links voor? Wat betekent links en wat is nou rechts en wat betekent midden? Nou, dat hangt er vanaf. Dat zal concreet benoemd moeten worden. Ik zou maar zeggen, als iemand zegt, nou, ik vind dat de productiemiddelen gecollectiviseerd moeten worden. Dat is een uitgesproken links standpunt waar ik bijvoorbeeld geen voorstander van ben. Maar hoezo is dat links? Tegelijkertijd ben ik niet voor de privatisering van openbare nutsbedrijven. Dat heeft alleen maar narigheid veroorzaakt tot op heden. Het is er niet beter van geworden. Dus ik zou zeggen, renationaliseer dat in principe. Ja, het is een klassiek links standpunt dat de productiemiddelen, nietwaar, dat die collectief moeten worden beheerd. In de werkelijkheid, dat is gebeurd in Engeland bijvoorbeeld, na 1945, is een groot deel van zeker de omvangrijke zware industrie is genationaliseerd. En dat experiment heeft geen positieve gevolgen gehad. Het is weer gedenationaliseerd. Dus ja, het is links dat er sterk gedacht wordt vanuit de collectieve sector. Maar waarom noemen we dat links? Dat is voorkomen willekeur. Hebben we het er niet bij de Franse Revolutie over gehad? Ja, dat het daar vandaan komt. Ja, dat de progressieven... Die zaten even, links. Die zaten links. En de conservatieven zaten rechts van de voorzitter. En ja, dat sinds die tijd, omdat de Franse Revolutie in allerlei opzichten natuurlijk qua termen het moderne politieke theater heeft bepaald. Ze hebben het nu altijd over links en rechts. Overigens in de Kamer kan dat helemaal niet. In verband ook met die versnippering. Daar zitten ze min of meer losjes verdeeld over de Kamerzetels. Wilders zit wel helemaal rechts. Ja, Wilders zit wel helemaal rechts, ja. Wat zijn echt rechtse standpunten? Wat kenmerkt dat? Rechtse standpunten zegt dus dat mensen die er beroerd aan toe zijn, dat ze dat aan zichzelf te danken hebben. En dat het niet aan de gemeenschap is om die lui te gaan helpen. Die moeten maar verrekken waar ze, omdat ze nu eenmaal, ja, ze hebben niet gedaan wat ze moesten doen. Het is allemaal hun eigen schuld. Als mensen schatrijk zijn, dan is dat hun grote verdienste. En dan moeten de belastingen moeten natuurlijk zo laag mogelijk zijn, omdat belasting in feite een vorm van diefstal door de gemeenschap is. Dat is niet zo, maar dat is het standpunt. Ik wil wel eens uitleggen waarom dat niet zo is, maar dat vraagt dan een beargumenteerd standpunt. En midden? Wat kenmerkt mensen die in het midden zitten? De mensen in het midden die worden gekenmerkt door het feit dat ze, laten we zeggen, weinig voelen voor radicaal linkse aanpak van problemen en evenmin iets voelen voor radicaal
rechtse aanpak van problemen. En wel begrijpen dat je uiteindelijk naar een consensus moet streven. Dat is overigens, om naar consensus te komen, zul je moeten argumenteren. Het is ook niet zo dat er altijd over alles consensus kan bestaan. Dat zou ook voor de democratie niet goed zijn. De democratie heeft wel wat discussie nodig, omdat je wil weten hoe mensen denken over bepaalde maatschappelijke vraagstukken. Maar linksgezeven, u hoeft dat niet te sturen, die rommel. Luister dan niet als u het linksgezeven vindt. Er zijn volgens mij, ik weet het niet, ik luister zelf helemaal niet naar podcasts, maar er zijn vast wel rechtse podcasts waar u hard kunt ophalen. Hey, maar het merendeel van de Nederlanders, tenminste volgens mij is dat een keer onderzocht, is toch rechtser. We zijn een rechtser land. We zijn rechtser dan we denken, laten we het zo zeggen. Maar een verschrikkelijk rechtsland zijn we ook niet. Ik denk dat ik Denemarken rechtser vind dan Nederland bijvoorbeeld. Het zou wel kunnen dat we in het loop van we zijn er, laten we zeggen, al discussierend over de politiek, naar mijn idee, in de afgelopen 20 jaar niet op vooruit gegaan. En dat geldt met name de sociale sector van de samenleving. En we worstelen natuurlijk met allerlei problemen waar alle westerse landen mee worstelen. Nou, gebrek aan personeel. Maar goed, ik heb al gezegd, dat is alleen op te lossen door immigratie of door meer kinderen. Ja, als u tegen immigratie bent, dan moet u wel zorgen dat u wat meer kinderen bakt. Ja. En over dat linksgezeven, dat heeft natuurlijk mee te maken dat jij ook natuurlijk linksgevreemd bent, jaren. Ja, zeker. En dan houdt dat natuurlijk. Maar dat is dan juist wat ik bestrijd. Dat wil zeggen, je mag best zeggen, ja, die Van Rossum, ja, achterlijke linkse standpunt. Oké, achterlijk, dat mag u nog wel zeggen. En dan wil ik graag concreet weten welke standpunten door u als achterlijk worden beschouwd. En hoe u dat beargumenteert dat ze achterlijk zijn. Terwijl ze eigenlijk meestal volkomen redelijk zijn. Dat wil ik graag van u horen. Maar linksgezever, die hele scheldcultuur die in Nederland ontstaan is, daar hebben we echt helemaal niks aan.